Ik heb zoals je ziet echt belachelijke uitgroei. Mag ik even een moment voor mijn sexy outfit? Een fragranced candle. We zijn eigenlijk even slecht bezig met het opruimen van zulke kleine pedalletjes. Dus we matchen goed. Zij is echt de expert. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag vrijdag 13 december. Laten we hopen dat het niet te veel ongeluk brengt. En het is voor jullie de 16e Vlogmas alweer waar jullie naar kijken. Bizar, al meer dan 2 weken ben ik bezig en ik geniet er zo ontzettend van. Ik weet niet of ik al bewust heel erg heb stilgestaan om jullie te bedanken, maar echt... Jullie zijn geweldig. Ik vind het fantastisch. Ik krijg 's ochtends zo'n boost als ik de reacties op mijn nieuwe video zie. En dan heb ik weer extra veel zin om er weer een leuke video van te maken. Dus hartstikke leuk. Ik begin de dag met een nagelafspraak. En dat is echt keihard nodig. Ik heb zoals je ziet echt belachelijke uitgroei. Echt niet te doen. Ik had me namelijk misteld. Dus ik had een week te laat eigenlijk de afspraak gemaakt. Dus er zat nu 4,5 week tussen. Het valt me nog mee gezien mijn nagels... Vorige keer met 3,5 week echt heel ver waren gegroeid. Maar ik denk wel weer dat ik voor iets rood ga. Want ik vond de kleur heel mooi. En ik draag heel graag rode lipstick op het moment. En dan vind ik het wel leuk. Vanavond heb ik een kerstdiner. Er zijn wat leuke pakketjes binnengekomen die ik wil unboxen vandaag. Dus genoeg leuks. Ik hoop dat jullie weer gezellig kijken deze vlog. Mag ik even een moment voor mijn sexy outfit? Het regent heel hard, dus ik ben voor mijn kanariegele jas gegaan waar achterop mijn naam staat. Dat vind ik altijd een beetje gênant. Kunnen jullie nu niet zien, maar er staat Sarah heel groot. En ik vind het wel heel tof hoor, want ik kreeg deze aan het einde toen we bij de Maybelline Squad zaten. En heel leuk, zo gepersonaliseerd. Maar het voelt altijd een beetje awkward, alsof je wilt dat iedereen je naam weet die je tegenkomt. Maar ja, omdat ik nu verder toch helemaal in de jas verborgen ben, herkent niemand me terug als ik volgende keer in iets anders te zien ben. Dus ik ga hem toch aandoen, want het is mijn enige jas met capuchon. Echt ongelooflijk. Ik ben inmiddels weer thuis en mijn nagels zijn weer een stuk mooier. De uitgroei is weg, weer een prachtige kleur. Net even een beetje anders, maar ook weer donkerrood. En ze zijn een stuk korter. Heel fijn. Eén vlog in de render, nog één te gaan. Maar ik dacht, het is een goed moment om even pauze te houden met perspakketjes. Ik heb alleen even van tevoren een schaar gepakt om het open te maken, want... Ja, jullie weten inmiddels hoe onhandig ik ben. Dat duurt anders een uur. Dit ruikt heerlijk en het is super zwaar. Dit pakketje is van Mooi PR. En ik vraag me bijna af of dit een gigantisch geurkaars is. Als dat zo is... Een fragranced candle. Oeh. En hij ruikt lekker echt heel chic naar een soort luxe hotel of zo. If that makes any sense. Oeh. Dit, nou, ja, dat vind ik zo leuk. Kijk ook hoe mooi die eruit ziet. Wauw, wat prachtig. Zo, het lintje wil er. Hij ruikt echt heel lekker. Super leuk perspakketje. Heel blij mee. Super luxe ziet dit eruit. Excited. Pakketje nummer 2 is van L'Oréal. Een roze pakketje. Of tenminste van het hoofdkantoor van L'Oréal. Soms kan het ook Maybelline of zo zijn. Ja. Lieve Sarah, we wensen je hele fijne feestdagen en een schitterend 2020. Team Maybelline. En aan de binnenkant ook heel leuk. Nog wat fotootjes geplakt. En leuk vloeipapier met sterretjes. Ziet er echt cute uit. Hè, wat is dit? Heel goed inge. Heel veel. Nou, wat een verwennerij, jongens. En ze hebben mijn Favo Foundation opgestuurd. Die was toevallig op. Misschien hebben jullie dat gezien. Dat ik hem laatst al helemaal aan het uitsqueezen was. En ik dacht nog, ik ga hem kopen. Want ik zag een actie. En dit is mijn kleur, dus dat weten ze ook echt. Heel lief. De City Bronzer. Deze ken ik nog helemaal niet. Leuk om te proberen. Dan hebben we een Lasting Fixing Powder. Dit is ook weer een poeder die ik niet ken. Een aantal van de nieuwe producten ben ik nog niet zo bekend mee. Dus dat vind ik super leuk om te proberen.
Wat hebben we nog meer? Een fixing spray. Ook de Lasting Fix. Zal ook een nieuwe zijn. Die vorige spray was ik niet mega fan van. Maar misschien dat deze dus wel heel positief is. Dat is wel leuk om even het verschil op te merken. Nou, sowieso de Fit Me Powder vind ik ook top. En die matcht met mijn foundation. En mijn, nou, top concealer. En een primer. En ik heb een rode en een roze kleur lipstick ook nog van ze ontvangen. Twee liquid lipsticks in, ja, ook rood en donkerroze. De Superstays. De Brow Setting. Oeh, dat is lang geleden. En dit vind ik wel altijd een fijn product. Dus als ik op een gegeven moment weer eens denk, ik wil weer van poeder naar potlood, dan heb ik hem weer. Super chill. Een lash primer en mijn lievelingsmascara, de Lash Sensational. Oeh. Een lip liner, donkerrood en een zwart koolpotloodje. En dan zit hier nog een envelopje in waarvan ik me nu bedenk dat ik dat misschien beter eerst had horen openmaken, soort van. Ik ben gewoon gelijk in die doos met producten gedoken. Een beetje aso misschien. Zo, dit goed dicht gelijmd in ieder geval. Oh, dat is gewoon voor de bescherming. Oh, wat leuk. De Burgundy Bar. Dus dit is een nieuw paletje. Die heb ik ook al nog niet gezien. Ik loop een beetje achter met hun lijnen. En de Jelly Highlighter. En die had ik laatst ook al ontvangen. Maar volgens mij, ik weet niet zeker of dat ook deze kleur was. Het is in ieder geval gouden. En ik vond dat echt een super leuk product. Maar ik heb het nog steeds niet op mijn gezicht getest. Maar deze bewaar ik voor de winactie samen met alle dingetjes uit de adventskalender. Waarvan ik weet dat ik ze niet ga gebruiken. Omdat ik bijvoorbeeld mijn nagels zelf al laat doen. Dus dan lak ik ze niet. Of omdat het gewoon niet helemaal mijn product of kleur is. Of dat ik het dubbel heb. En dan doe ik deze daar ook bij voor jullie. Maar heel leuk. Super bedankt Maybelline voor deze fijne goodies. En ik ben vooral heel blij met mijn, ja, staple items die ik altijd heel graag gebruik van Maybelline. Dan heb ik een pakketje. En deze is eigenlijk voor een Instagram samenwerking. Maar ik wil het toch even laten zien. Van Image Skincare. En ik ben daar een keer voor een gezichtsbehandeling geweest. En jullie hebben mij wel vaker horen praten over hun gezichtsverzorging. Want die vind ik echt fantastisch. Die gebruikte ik dus al uit mezelf. En nu werd ik benaderd voor een campagne. En dat is dus echt de beste match ooit. Want precies deze lijn. Gewoon de Ormatic Balancing Facial Cleanser. Exact deze lijn. Gebruikte ik dus zelf al. Ik laat het heel even dicht. Omdat ik voor foto's niet wil dat de verpakking beschadigt. Maar die heeft een groene dop. Tenzij de verpakking een beetje vernieuwd is. Maar het is in ieder geval exact dezelfde die ik gebruikte. En daarvan heb ik dan ook nog de Ormatic Trial Kit. Dus hier zitten allemaal kleintjes in. Die kan ik wel even laten zien. Ja, volgens mij heeft hij een soort nieuw jasje gekregen. Dit is dus een hele milde reiniging voor je huid. Maar daar ben ik dus super enthousiast over. Zulke soort campagnes zijn echt allerbeste. Omdat ze gewoon, ja, naadloos aansluiten op wat je toch al promoten eigenlijk. Jongens, mysterie van de kaars is opgelost. Helemaal onderin zat een kaarsje van Filorga. We thank you for the collaborations in 2019 and we look forward to all the great things in 2020. Sending you our warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday season and a happy new year. Dus het is een kerstcadeautje van Filorga. Hoe lief. En ook gewoon best wel, oh, zo zwaar. Maar ik vind het ook gewoon heel cool dat ze dan dus iets wat niet van hun eigen brand is sturen. Echt als een soort kerstgeschenk. Hoi, ben ik weer. Hey, ik liep net in de gang. En ik vroeg net aan Saar van, wanneer heb jij überhaupt dit ene kleine, even kijken, kan je het zien? Kan je het zien? Ik weet niet of ik kan het zien. Okay. Dit is zo'n dingetje waar je een kerstbal aan hangt. Ik had aan haar gevraagd van, heb je toevallig dat ene kleine dingetje op de grond zien liggen? Want ik heb hem echt al een paar dagen zien liggen en ik ben gewoon te lui om op te rapen. Toen had zij gezegd van, nee, die heb ik inderdaad niet gezien. Dus toen dacht ik, oh, ja, kut. Dat is dus mijn luiheid, dit. Maar, toen kwam zij meteen met de volgende. Heb jij dan toevallig dat ene, het veiligheidsspeldje zou ik maar zeggen, gezien bij de lamp in de woonkamer? Toen dacht ik, huh, welke dan? En dat is dus die. Dus, ja, dat is dan weer haar luiheid. Eigenlijk zijn we dus even goed bezig met, of eigenlijk, we zijn eigenlijk even slecht bezig met het opruimen van zulke kleine prulletjes. Dus een beetje goed. Ja, lieverd. Maar ik heb heel vaak geprobeerd met de stofzuiger op te pakken, maar dat deed hij niet. En met mijn nagels, dit is geen grap, mensen met nepnagels herkennen dit. Je kan niet dingen zo
zo pakken. Dus ze moeten blijven plakken aan je vinger. Ah. En dat gaf ik dan heel snel op, want het lukte niet goed. Maar ja, we moeten wel minder lui worden in zulke soort dingen. Zeker. Als we een kruipend kind hebben. Zeker weten. Wat ben je allemaal aan het doen op dat schermpje? Ik weet niet. Ik weet niet wat ik doe. Stellen of zo. Ik heb ergens op geklikt en ik. Is dit misschien goed? Dit zou misschien goed zijn, ik weet niet. Ik heb me eventjes klaargemaakt voor het kerstdiner dat ik met familie heb vanavond. En ik heb deze prachtige jurk aan die ik van Louis Elise heb ontvangen. Ik vind hem zo mooi. Wil jij even een hele outfit laten zien? Juistje. Dit is hem en ik vind het stofje zo mooi en die laagjes. En hij is gewoon net even wat specialer of zo. En ik vond deze schoenen qua kleur er wel leuk bij. Het is wel even zoeken, maar... Ja, pas wel goed. Het is wel leuk, toch? Love it. Ja, maar ook zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Vind je wel gezellig? Mag ik jouw outfit ook even filmen? Ja, mag. Herkennen jullie het al? Herkennen jullie het? Gisteren had je dit ook aan. Maar dat heeft niemand gezien toen. Niet? Denk ik niet. Nee. Waarom niet? Mooi overhemdje. Moet je niet nog een strikje of zo? Oh, je hebt wel weer je fancy zak. Nu die aan. Die heb ik inderdaad, maar ik had gisteren deze kleding alleen even kort in de avond aan. Dus ik dacht, nou, ik kan nog een keer in de avond. Mm-hmm. Zonder om het meteen in de was te doen. Oké. Toch? Dat is waar. Let's go. WC-shot. Even een dansje doen tussendoor. Je moet even zien wat ik aan heb. Deze heb ik van jou gekregen. Niet ja. Niet 14 euro. Niet betaald. Deze was 50 euro en die zijn Dr. Martens. Yes. Die waren 2 euro. En je broek? 6 euro in de stil. Oké. Okay. Jongens, als jullie ook willen dat ik met mijn zusje een keer een video opneem met allemaal tips om supergoed stil te shoppen, zij is echt de expert. Let us know. Ik weet niet, ik ben hier verlaten. Maar jij hebt altijd echt belachelijke stil. Ho, ho, ho. Well, what do you want for Christmas? Het is heel laat. Ik ga nog even heel snel de adventkalender inboxen. Hier hebben we vakje 16 van The Body Shop. En daarin zit van de British Rose line een body butter. In nummer 16 van L'Occitane hebben wij dit crempje. En die ziet er heel chill uit. En dit is de Immortal Divine Cream. Douglas. Hebben we een Fizzing Bath Cube. En Maybelline. Weer een lipstick. Oh mijn god, wat een verwennerij. In een hele lichte kleur, nummer 107, Fairly Bare. Maar hij ziet er wel echt mooi uit. Dit lijkt me echt een prachtig kleurtje voor de lente. De camera is heel warm in dit licht nu, maar je ziet het wel een beetje, denk ik. En weer die heerlijke karamelgeur. Ik val in herhaling. Echt super leuke dingetjes weer. En bij deze ga ik ook gelijk de vlog afsluiten, want het is super laat. En morgen gaan we gezellig naar de kerstmarkt. Ik heb er zoveel zin in met Marco's gezin. En dat is in... we gaan naar Duisburg, geloof ik. Zijn ouders regelen het altijd. We gaan met een bus. Dus we moeten vrij vroeg verzamelen. Dus ik neem jullie dan natuurlijk ook weer gezellig mee. Dus ik hoop dat jullie dan weer kijken. Thank you for watching en tot morgen.